hondje. Ja, je bent lief, hè? Ja. Ja, een hele... ik val nog in de valreep. Goedemorgen nog. Ja, het is 10:50. Dus ik zeg weer, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is donderdag en het loopt dus tegen 12 vandaan. En ik rij even naar mijn computer, is het makkelijk om te zien hoor. Welke dag, want ik raak wel wat door waar. Dat is 29 maart. En daar hebben we ons prinsesje. Dat, ja, straks komt mijn begeleidster mee weer. En ik zal mijn nieuwe spiegels eventjes laten zien met de tweetjes. Ja, die heb ik dus, die heb ik gisteren gemaakt. Met een bondje eromheen. Maar, er komt een spiegeltje bij. Dit is een spiegel voor aan de wand. Maar er komt ook nog een spiegeltje bij die je neer kan leggen. Met een kaarsje erop. Ja, die ga ik verkopen echt afzetten. Niet los. Nee. Maar dat komt allemaal nog. Ja, en dat kun je dan in de groep vinden. Mijn spiegelparadijs in Nederland. Schuinstreep en dan in het Engels er even erachter. Ja, dan kom je vanzelf bij de groep terecht voor die spiegels. Maar in ieder geval nogmaals een hele warme welkom. Ja, ik moet vanmiddag dus ook nog weg, want ik heb geen lijn meer voor mijn lijnpistool. Dus dat moet ik ook nog even halen. Ik heb wel andere lijn, maar ja, dat is uit pure nood en ik kan nog lijm halen. Dus ja, en daar ga ik een vierkant spiegeltje van maken. En ja, ik moet even weer naar Action toe. Eigenlijk, maar of ik dat vandaag of morgen doe, dat weet ik niet. Ja, zondag hebben we natuurlijk eerst de paasdag. Dus ja, ik weet niet wat het weekend mij ook gaat brengen. Nee, dat merken we vanzelf wel. En ik laat jullie natuurlijk meegenieten van hetgeen wat ik doe. Ga ik weg, neem ik jullie mee. Zin. Maar in ieder geval, voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. Geniet ervan. Hier schijnt de zon af en toe een beetje. Dus ja, er ligt bewolkt nog. Nog, het kan dichter worden, ik weet het. Dus ja, we merken het wel en geniet van elkaar. En tot later van vandaag. Doei doei. Ja, lieve vrienden, het is prachtig mooi weer. Ik ga straks lekker eventjes weer op de tour, ook voor de spiegels. Kom kerel. Kom kereltje. Het is heel erg mooi weer. Ik ga straks lekker genieten. En ik neem jullie uiteraard weer even mee op de tour. Ja. Dat was mijn rem van mijn stoel. Ik neem nog even wat lekkers voordat ik ga. En daarna ga ik hem klaarmaken. Want ik zit op mijn mobiel te wachten totdat die vol genoeg is om mee te nemen. En ik zal nog even naar de GoPro kijken. En anders neem ik gewoon deze camera mee. Die het vannacht aan de stroom verstaan. Maar ik denk dat de GoPro wel goed is. En ik heb reservebatterijen. Dus ja, komt allemaal goed. Ze zeggen geniet ervan. En tot vanmiddag later.
en we zijn weer thuis. En ik heb mijn hondje even verwend. Ja, moet kunnen. Want hij past toch tenslotte op, hè? En ik heb ook zijn bal even gevuld. En ja, ik heb het een en ander even gehaald. Ik heb ook voor de klant die drie ronde spiegel zou hebben. Met versiering erop, etc. En kaarsen erbij. Ik heb de kaarsen ook gekocht. Dus ja, die heb ik ook. En ik heb ook de kaars gekocht erbij. Dat vierkante spiegeltje waar dat bondje nog omheen komt. Dus dat komt goed. Ik heb Pinkelt niet zo ver weg kunnen gaan met jullie. Ik ben hier in de stad gebleven. Om de dood eenvoudige reden. Mijn accu's die doen raar. Dus ik ben nou even wat aan het uitproberen. Kijken of dat lukt. Zeker morgen met dezelfde dingen. Ja, dan heb ik een rol. Het weekend kan ik bijna niet wegkomen. Dan moet ik andere week bellen. En dan moeten ze maar komen. Ja, mijn accu's die willen niet laden. Althans, afgelopen nacht niet. En van de week al niet. Dus ja. Misschien doe ik wat verkeerd, maar het lijkt me niet. Ik kan ook best wezen dat of het ligt weer aan de accu's. Terwijl er vorig jaar nieuwe in zijn gekomen. En het kan ook wezen dat het aan de acculader ligt. Of dat er een breuk in, in het snoer zit. Dat kan ook allemaal nog. Dus ja, dat is... Of het wel genoeg stroomtoevoeging krijgt, ik weet het niet. Je ziet wel dat die aangesloten is. Maar voor de rest ook niet. Het is lekker man. Er staat een stok in de weg. Dan haal ik het toch weg. Ja, kom niet als een bonkie. Hé? Ja, twee dingen tegelijk, dat gaat niet, hè? Is het lekker? Lekker, man. Genieten. Hé, genieten, hè? Ja. Oh, maar die is zo weg. Zo dik is die niet hoor, het is geen bonk van de slager. Nee. Zo goed voor je gebitje. Ja. Dus ja, lieve vrienden, dus ik zal de boel uitpakken en doen enzovoort. En, ik ga eventjes met mezelf aan de gang. Even mijn hoofd op nul zetten. Nul. In ieder geval even andere dingen doen dan spiegels. Ja. Ik heb meerdere hobby's, dus plaatjes maken. Ook heb ik daar een groep voor. Mijn plaatjes, paradijs, schuine streep en dan in het Engels daarachter. Ja. Dus ja, dat komt eens kijken. Ja, op Facebook. Is leuk, gezellig. Dus ja, lieve vrienden, ik stop even weer en ik zeg tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn eten weer lekker voor mijn neus staan. Ja, kant-en-klare maaltijd even gehaald, gisteren al. Ik heb een wit wijntje en ik heb mijn koffie. En natuurlijk mijn hondjes om me heen. Mijn hondje om me heen. Ja, ja. En daar een poesebeestje. En wat de rest is, ja, vertelt mij, ik weet het niet. En daar ook niet, nee. Nou ja, en ik heb vanmiddag... meer kaarsen gekocht, wat ik al zei. Een gele. Ja, zo. Ik vind het beter even daar in het licht. Een roze. En een groene. Dat is voor die mevrouw die drie ronde spiegels wou hebben. En dan heb ik nog een bruine kaars gekocht. Die komt op die vierkante spiegel met het bondje eromheen. Ik zal het bondje er even bij pakken. Als het allemaal lukken wil. Ja, dat zit natuurlijk in het zakje. Kijk. Nou, dat vind ik er wel bij passen hoor. Ja, toch. Beetje donkerder bruin. En dan het bondje erbij. Enkel, ja, men moet zelf maar een tegeltje, weet ik veel wat onder doen. Want je gaat dat niet op een spiegel zetten, want dan krijg je die spiegel niet meer schoon.
Ik bedoel, lijm laat los. Ja, avondtube. Alles lijm, hoe noem je dat? Secondenlijm op. Ja, dat is niet duur en dan kun je het zelf ook weer vastmaken als je het al wel met water schoonmaakt allemaal. Maar ik zeg duidelijk, maak het schoon. Gewoon met die ordinaire goedkope glassex, weet ik veel. Oh, hier ook, ik heb ook staan, enkel te, dat was lekker bij de Action in de aanbieding toen. Dat is bijna leeg ook. Maar in ieder geval, gewoon een beetje glassex op een doekje en dan de spiegel schoon wrijven. En dan uitkijken voor je randen en wat er dan ook op mag zitten. Ja, en dan het kaartje erop. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga gelijk sluiten. En ik zeg een hele fijne avond. Welterusten voor later en gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!